heb nagedacht. Ernie, dat is in jouw geval nooit een goed idee. Ik vind dat mam jou nooit de leiding had moeten geven. Dus, als ik jou ergens in versla, ben ik de baas over jou. Deal? Deal. Wat jij niet weet is dat ik getraind heb. Met extra weerstandbanden. Klaar voor een potje armpje drukken, kleine meid? Oké, als dat is wat je echt wilt. Eén, twee, drie. Oh ja. Oh, mag ik al? Nog een potje dan? Casey, ik moet zeggen, de jurk, laat maar. Ik zeg het wel voor je. Deze jurk is zo groot, er zitten nog 7 andere jurken in verborgen. Deze jurk is zo groot, hij neemt niet eens op als Beyoncé belt. Deze jurk is zo groot, bioscopen verkopen popcorn in 3 maten. Normaal, groot en deze jurk. Ik wilde alleen zeggen dat hij heel mooi staat. ligt het aan mij of kijkt jouw moeder echt de hele tijd of ze me wel kan schieten? Wat? Nee, dat verbeeld je je maar. Echt waar? Als blikken konden doden, was jij nu de klos. Luister, oké? Om eerlijk te zijn is dit niet echt een moeder-dochterbalweekend. Dit is een missie. Heb ik een geheime missie? Nee, ik heb een missie. Jij helpt mij met mijn haar en make-up. Oh, ik help je bij je geheime missie. Ja, ja, regel nummer 1 als je helpt bij je geheime missie is dat je niet gaat staan gillen. Ik help bij je geheime missie. Oké, kortsluiting. Jouw terreurbewind is verleden tijd. Ik daag je uit tot een springwedstrijdje. Iedereen weet dat ik een springpro ben. Hij die omhoog springt en een blaadje van die boom plukt, is de baas. Oké, Huppel, ga je gang. Kijk en leer. Jij mag. Oké, je punt is gemaakt. Niemand houdt van uitslovers.